Waar gaat het over? 22.11. Want dat heb jij, hè? We gaan vandaag een nieuwe reclamecampagne schieten voor Stichting Steun 22.11. Het is een aangeboren genetische afwijking waarin op de 22e chromosoom de 11e arm een klein stukje ontbreekt of juist te veel is. Kinderen zien er gewoon heel normaal uit. Ze hebben geen extreme uiterlijke kenmerken. Als je het kent, dan zie je overeenkomsten. Zoals een plattere neus, de oren zitten wat lager, de ogen zijn wat smaller. Maar als je het niet weet, dan zie je het niet. Zo'n 75% heeft een hartafwijking. Is de hartafwijking er niet, dan wordt het ook pas heel laat ontdekt. Oké, draai maar, doe maar je handen in de zij. Ja, want we zijn superhelden nu, hè? Geen twee kinderen met 22.11 zijn hetzelfde. Dus je hebt kinderen die heel erg beperkt worden in hun dagelijks leven. Maar je hebt ook kinderen die eigenlijk er bijna geen last van hebben. En dus wel goed kunnen meekomen op school en goed kunnen functioneren. Ik ben een superheld. Het onderwerp van de fotoshoot was superhelden en dat is heel mooi gekozen, heel terecht gekozen, want het zijn allemaal superhelden, die kinderen. Ze hebben allemaal hun kracht en hun flexibiliteit bewezen. Of het nou op medisch vlak is, of op school, of met omgang met anderen. Het is altijd vechten. Wij ervaren als ouders allemaal dat onze kinderen hele krachtige, liefdevolle kinderen zijn. Dat is denk ik ook wat een superheld uitstraalt. Dit syndroom is heel erg onbekend. Wij als ervaringsdeskundigen weten het allemaal wel. Alleen je moet het zo vaak uitleggen. Daar maken we een nieuwe reclamecampagne voor. Zodat we meer bekendheid kunnen krijgen in Nederland. Dat mensen weten wat het is, waarom en voor wie. Het gaat mij niet eens zozeer om de onbekendheid van de omgeving. Want dat maakt me niet zo heel veel uit. Maar meer inderdaad op medisch gebied met het aanvragen van voorzieningen. Je moet jezelf altijd weer herhalen. Je blijft altijd maar uitleggen. Wat is er aan de hand? Waarom reageert een kind zoals hij reageert? Waarom is hij anders dan andere kinderen? Heel goed. Goed kerel. Wauw. Mijn zoontje zit zelf op speciaal onderwijs. Hij zit op taalspraakonderwijs omdat hij met 4 jaar nog helemaal niet kon praten. Dus 's ochtends om 8 uur dan gaat hij naar school met heel veel plezier. Daarna is hij gewoon lekker kind thuis en doet hij de dingen die andere kinderen ook willen. Zoals op de iPad of op de DS spelen, naar buiten toe om te voetballen. Het is heel inspannend. Die van mij, als te veel indrukken, dan is op een gegeven moment de aandacht weg. En dan, qua emotie en instelling, draait ze in een paar seconden 180 graden om. En dat is ook weer een kenmerk van 22.11. Moeilijk kunnen verwerken van tegenvallen. Ja, het ging echt heel erg leuk vandaag. Ik wist natuurlijk ook niet zo heel goed wat ik moest verwachten. 7 kinderen in verschillende leeftijden. En je ziet ook naarmate je langer bezig bent, dat die kinderen eigenlijk steeds meer daar ook plezier in krijgen. En ja, echt helemaal leuk. Hij vindt het leuk. Hij vindt het echt leuk. Ze hebben meer geduld dan ik dacht. Nee, ik denk van nou, dat wordt hem te langdradig, stilstaan. Net zoals bij gewone kinderen van 3. Dat is een moeilijk iets natuurlijk. Het is voor kinderen natuurlijk heel spannend om op de foto te gaan. Ik denk dat ze elkaar stimuleren. Ze zien het van elkaar, een beetje kopieergedrag. Ja, dan ga je op een gegeven moment merk je dat als je een paar rondes verder bent, dat die kinderen het eigenlijk wel heel erg leuk vinden. En dan hoeft de papa er niet meer bij en de mama mag aan de kant. En dan vinden ze het allemaal hartstikke leuk. De kinderen hebben het echt super gedaan. Het zijn echt superhelden. Fantastisch.